Things are still getting organized here. Yeah. There's another group there. Ruikt hier echt lekker. So basically the announcement was about the birth of Rembrandt and the fact that they're celebrating over 400 years of his lifetime, and these are all reconstructions of the wonderful things that he was doing during his life. It's a very loose paraphrase. Selling, I don't know, without license or maybe stuff that doesn't work. Yeah. Didn't quite get all of the nuance. You see what this other group up over here? Games and jugglers. And a teacher teller, fortune teller. Dutch version of a chuck wagon. What kind of device is this, Rick? What kind of device is this? Oh, washing machine? No. It's a knife Grape sharpener. Press? What? Knife sharpener. Knife sharpener. Well, I guess you need water. For that.
couple of moneyed people in attendance of some kind or other. All the people got here. Yeah, so this goes like we're right here, pretty much. So we can go that way. There's another person in costume across the street. Do you want to go on there? So that's a reproduction of the Night Watch. Of course, not the same background that the Night Watch actually has. We'll probably end up in the museum, in the Rijksmuseum in Amsterdam, when we're in Kouden next week. But and then you can see the actual original of the moving to another location. Oh, mon cher Marie, ik ben zo blij dat u bent. Mijn hortus botanicus kan laten zien. Kom. Het is een botanical garden. Ja. Ik ben uiteindelijk blij dat je me overgehaald om naar Holland te komen om hier hortus te stichten. Maar het is prachtig. Ah, kijk. Daar is mijn grote vriend Dirk. Mijn grote vriend Dirk Kluin. Dirk man. Professor. Ik heb Marie meegenomen. Om de hortus te aanschouwen. Heb je nog nieuws voor ons vandaag? Nou, het is nu al een aantal jaar geleden dat de hortus is geopend. En toen de hortus opende stonden er al 1500 planten. En nu is hij bijna vol. Er moet nog één bed. Het laatste bed moet beplant worden. Eén bloembed. Maar wat zou er nog mooier zijn dan een mooi exotisch sieraad? Er staan... Hoogheid, al heel veel exotische, flamboyante, buitenordentelijke planten in onze hortus. Licht wat hij had, hè? Ook Italiaanse invloeden, daar heeft hij wel waar niet vertoefd, wat ik begrijp van buitenhoeken. Maar dokter List, hier rechts van me, die is uitgenodigd in Leiden om een anatomische les te geven aan de chirurgijnen. En dat willen ze heel graag vereeuwigd hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben dat allemaal schetsen gemaakt, mooi licht erbij. Alleen moesten er wat meer doktoren op dan we nu ter beschikking hebben. En vroeger moest je ook betalen als je zo'n openbare anatomische les mee wilde maken. Maar dat willen we jullie niet aandoen. We moeten overal voor betalen. Dus we willen eigenlijk twee vrijwilligers uit het publiek hebben die meespelen in de anatomische les. Ik krijg een mooi slabbertje op. Straks gaan we een minuut stilstaan als schilderij. Dan heb je alle kans om foto's te maken van mensen die bij. Ik kan wel meedoen. Moeten we even uw zonnebril afdoen? A boat you would see on the South Sea. Is that his day? And a few fishing. So let's put to the boat. Daar moeten wij ook
ook zo heen, alleen we wachten even tot alle rondparkboten weg zijn. Met de 20ste eeuw. Straks in die tel met water kan gaan staan. Nou, ik dacht toch echt dat Rembrandt zijn verstand verloren had hoor, toen hij dat vanmorgen aan me vroeg. Hij had nog een ideetje dat hij verder wilde uitschetsen, zei hij. Ik zou denken dat hij het al weet, hè? Dat terwijl ik het nog niet heb durven zeggen. Misschien kan hij het al wel aan me zien. Hij zat me gisteren ook al zo vreemd aan te kijken, met zo'n glazige blik in zijn ogen. Nou, die ouderling van de kerk die gisteren bij ons op bezoek was, die had heel goed in de gaten hoe het zat hoor. Ze weten ook dat ik ongetrouwd met Rembrandt samenwoon. Waarom denkt u dat ik een vordering heb gekregen om voor de kerkraad te verschijnen? Hoererij, zo luidt de aanklacht mevrouw. Hoererij. Nou, ik heb die aanklacht mooi verbrand hoor, voordat Rembrandt hem in zijn handen zou krijgen. Niet dat Rembrandt zich daar zo druk over zou maken. Die is toch wel niet zo'n beleidend lid van de kerk. Nee, die last die zal ik alleen dragen. Ik wist ook wel dat Rembrandt niet met me kon trouwen hoor. We zouden zijn erfenis van Saskia kwijtraken. We zouden in armoede moeten leven. En Titus, dat is Rembrandts zoon. Die weet ook wel in welke situatie we zitten. Dit is dus zo'n slimme jongen. Hij is amper 13 jaar en hij weet nou al wat de wereld waard is. Daar zou zijn vader nog wat van kunnen leren. Laatst zei Titus tegen me, Hendrik, je maakt je niet druk. Later als ik groot ben, zal ik alle schilderijen van papa voor heel veel geld verkopen. En eten we elke dag brood met spek? Nou, eens even zien. Ja, dat is best koud. Ah, je moet wat over hebben voor de kunst. Het is dat ik zo zielsveel van Rembrandt hou. Ik zou hier voor niemand anders in mijn hemd gaan staan. Weet je, heel veel langer kan ik het niet geheim houden. Dat buikje begint wel aardig uit te zetten. Morgen ga ik het hem vertellen. Nou ja, mensen, ik zeg vooruit met de geit. Even de tanden op elkaar. En dan ben ik klaar om voor de eeuwigheid te worden vast. Kwikzouten, zo gezegd. En ik kan u vertellen, dat is niet zo lekker. Veel kwik? Wat gaat het dan van die kosten? Nou, ja, de 15, de 20 stuivers, dat is bijna een gulden. Ja, we zijn er toch zeker niet zot, hè? Nou ja, en daar komt mijn bereiding en toepassen van de kunst op bovenop. Die meisjes die verdienen toch zo'n 5 tot 10 penningen op een avond. Dat is bekant een halve stuiver. Dan moet ze jarenlang sparen. Nou ja, tegen die tijd is ze lang gezien. Ja, en ook al krijgt ze die pillen, ja, dan wordt ze nog krankzinnig, maar dan van de kwik, hè? Heilige
succes! Waar is de vlag? Waar is de vlag? Waar is de vlag? Nou, die kun jij niet meer houden, want dat is helemaal niks. Nee. Ja, als u de vlag zet, kom stuur ze gerust hier naartoe. Ik kan er een spinnen opzetten, dus ik daar aan vast maken. Op aan je stoel. Ja, dat zei ik al. Dat is 2022. Oh, ruik je dit? Ja, dat is even. Wat is het? He gets the job of washing it. Ik ben de wol aan het wassen. Wat zeg je? Ik ben de wol aan het wassen. Ja, dat is mm-hmm. Het gebeurt in urine. Mensenurine. Het heeft al een paar weken zeg maar, gestaan achter. Dat helpt zeg maar, met het vet weghalen van de wol. De wol zo. Because if we go there, we're going to end up. Ha 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 ha.